Ik ben Rabia, ik ben 35 jaar en ik heb het afgelopen jaar een geschil gehad met de gemeente Rotterdam. Ik heb gewerkt, ondanks mijn bijstandsuitkering. Ik zou volgens de gemeente dat niet op tijd en vrijwillig hebben gemeld aan hun. Maar dat was wel zo? Ja, absoluut. Wat er gebeurde is dat ik het verdiende bedrag terug moest betalen en ik kreeg een boete van €1160. Toen heb ik hulp ingeroepen van het advocatencollectief in Rotterdam. En wat hebben die gedaan? Nou, ze hebben mij heel goed begeleid en stap voor stap uitgelegd van wat ik diende te doen, hoe een beklagprocedure te werk ging. En wat ze van mij nodig hadden qua bankafschriften en informatie over het contract. Ik raakte best wel in paniek toen ik alle brieven kreeg. Ik wist niet meer wat ik moest doen. En ze hebben ook een periode van drie maanden in één keer mijn uitkering opgeschort. Wat kon je toen voor haar doen? Nou ja, bezwaar maken, dat ook duidelijk uitleggen. Kijk, hier zie je de specificatie. Je kunt duidelijk zien dat er componenten tussen zitten die kosten zijn en geen inkomen. En dus ook niet teruggevorderd moeten worden. Hoe belangrijk was het voor haar dat jij dit kon regelen? Nou ja, dat je snel kunt handelen, snel bezwaar maakt, maar ook snel contact gaat leggen. Om in ieder geval te zorgen dat die 3 maanden verrekening niet doorgaan. En dat die terugvordering ook al snel wordt teruggebracht naar, de juiste proporties. Wat was er nou gebeurd als jij geen hulp had gehad van een sociaal advocaat? Dan had ik een heel groot probleem gehad en was ik dakloos geweest nu. Dat is nogal ingrijpend. Ja, dat is het zeker. Je weet dat het systeem van toegevoegde advocaten, hè, dat het onder druk staat. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat heel erg spijtig. Omdat mensen die die geen rechten hebben gestudeerd, die misschien de Nederlandse taal niet goed beheersen of een psychische uitdaging hebben en niet weten wat ze moeten doen, die mensen kunnen dan geen hulp meer vragen. De strijd aangaan met instanties is gewoon ook een vak. En bijvoorbeeld in problemen met de overheid gaat gefinancierde rechtsbijstand in 60% van de gevallen over geschillen met de overheid. Zit je niet in een gelijkwaardige relatie, een gelijke procespositie. Dit is ook waar ik advocaat voor geworden ben. Zou je nu, als je nu rechten zou studeren, nog steeds voor de sociale advocatuur kiezen? Ik denk het niet. Waarom? Nou ja, omdat de vooruitzichten gewoon heel onzeker zijn. Om daar een praktijk in op te bouwen, dat moet je door de jaren heen moet je dat doen. En de mogelijkheid om dat goed te doen, zoals ik die heb gehad, die is er niet meer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen voor zichzelf, te alle tijden voor zichzelf zouden moeten kunnen opkomen. Toch wist ik gewoon diep in mijn hart van ik moet het juiste doen en vechten voor mijn huis, want ik wilde niet dakloos raken. Maar daar had ik wel heel pijn nodig.